Ik ben Frank Leverink. Ik zal even een korte introductie geven. Ja, elektrotechniek is alles voor mij. Dus zojuist bij de introductie toen ik alles over de gevaren van elektrotechniek hoorde. Ja. Maar oké, dat is mijn achtergrond. Elektrotechniek. Ik ben jaren geleden begonnen bij een bedrijf. Dat was toen onderdeel van Philips. Hollandse signaalapparaten. En die maken radars. Radars, 10 megawatt. En we kunnen signalen ontvangen in de orde grootte van nanovolten. En daar zitten hele, hele grote verschillen tussen. En die grote verschillen, dat maakt dat je soms storing hebt. Van hele sterke signalen naar hele zwakke signalen. En dat noemen we elektromagnetische compatibiliteit. Storingen van sterke signalen naar zwakke signalen. Radar, maar dat kan ook een schakelende voeding zijn. Het kan een microfoon zijn die storing oppikt. Het kan een blikseminslag zijn die apparaten defect maakt. En een stukje ervan is ook het beschermen van mensen tegen elektromagnetische velden. Straling is niet een woord wat we vaak gebruiken. We hebben het over straling als we het over röntgenstraling hebben of over optisch, dat noemen we straling. Wij spreken over elektromagnetische velden. Maar ik verwijt jullie niet zoals jullie het woord straling gebruiken. Wij spreken over elektromagnetische velden. Ik heb het over vooral over velden die hoger zijn dan een grenswaarde. En daar hebben we allemaal maatregelen voor. We hebben eens een keer een rondleiding gehad met Hugo en een aantal meetspecialisten bij Thales om te laten zien wat daar gebeurt. Ik spreek nu over Thales, want Philips heeft Hollandse signaalapparaten verkocht 20, 25 jaar geleden. En dat is Thomson CSF, later Thales geworden. Zoals ik zei, EMC is elektromagnetische compatibiliteit. En dat slaat op de verdraagzaamheid elektromagnetische beïnvloeding. Nou, de mens is daar een parameter in. Er staat vaak veel tekst op deze slides. Probeer niet alles te lezen. Soms ga ik gewoon sneller doorheen. Een aantal van die slides zijn echt bedoeld om later nog eens na te lezen. Ze komen ook op jullie website. Ik werk dus bij Thales. Wat doet dat bedrijf? Nou, als jullie gebruik maken van allerlei elektrotechnische diensten, bijvoorbeeld inklokken met zo'n kaartje bij het spoorwegen. Opnieuw, dat is ook weer draadloos. Die zendt even een sterk pulsje uit, zodat die kaart zegt, dit is de kaart van Leverink en dan kan ik gebruik maken van het opbouwvervoer. Dat is van Thales. Als we gebruik maken van vliegtuigen, radars, dat is van Thales. Gebruik maken van automatische metro's, dat is Thales. Overal waar elektrotechnische systemen worden gebruikt voor professionele toepassingen. En Thales is wereldmarktleider op het gebied van satellieten, transport, radars, dat soort gebieden. Dus niet de dingen die je bij de mediamarkt koopt. En hier staan een aantal afbeeldingen waar, payloads voor telecom satellites. Sorry dat een aantal slides in de Engels zijn, maar rail signaling systems, dus de communicatie voor treinen. Voor de spullen in vliegtuigen om een film te kijken. Ook militaire communicatiesystemen. Air traffic management. Ja, als we geld halen uit de geldautomaat, dan gaat datacommunicatie via die geldautomaat, via het internet. Dan gaat via talensystemen, omdat die data encrypted moet worden, versleuteld in goed Nederlands. Ja, dan mogen jullie verder laten nalezen. En Universiteit Twente, ook een korte inleiding. Het is een van de drie technische universiteiten. Wij houden ons vooral bezig met technische onderwerpen. En er is een stukje behavioral science, wat niet technisch is, er zit een stukje. Ik zal proberen de kabel niet aan te raken. De kabel maakt er zit hier iets los, denk ik. Niet compatibel met mij. Als ik hem vastzet op een statief, dan gaat het minder goed. Want ik heb nogal de neiging om een beetje rond te lopen. Dus, maar de universiteit, daar hoef ik niet zoveel van te vertellen. Een van de drie technische universiteiten. En ik ben werkzaam bij de faculteit elektrotechniek. Nou, hoe zit dat nu? Veel bedrijven die willen graag goede contacten met onderwijsinstellingen, met onderzoeksinstituten. En ik ben een deeltijd hoogleraar. Ik ben in dienst van Thales en ik werk ongeveer 2 dagen per week
op de Universiteit Twente. Ik heb daar een onderzoeksgroep. Ik ben op dit moment ook vervangend hoofd van de groep Radio Systems op de Universiteit Twente. Dus ik ben dienst. Ik ben in dienst van de Universiteit Twente, maar ik word niet betaald door de Universiteit Twente. Nou, internet. Dit is een plaatje wat je kunt vinden op de website van Ericsson. Als ik gebruik maak van bronnen, dan probeer ik dat zo goed mogelijk netjes te vermelden in deze ja, oranje-bruinige tekst. En daar kunnen jullie de exacte bron ook weer verder nalezen. En dit is een voorspelling van Ericsson. Een redelijk recente voorspelling. Die staat nog steeds op internet. En dat is de groei in het aantal devices in miljarden. Nou, hier hebben ze nog voor ter vergelijking nog de fixed phone laten zien. En eigenlijk de mobiele telefoon. Er is geen groei meer in. Een iets met een verbinding. Dit is een device. Nou, deze heeft dus geen draadloze verbinding. Maar een bedrader. Dus maar devices. En ik zal er straks ietsjes meer over vertellen. Maar een device is een mobiele telefoon, een klassieke telefoon, mobiele telefoon en een laptop PC. En daarin wordt ook geen groei voorzien. Waar zit de groei in? In de short range en wide range area Internet of Things. Bijvoorbeeld een kleine sensor die in de afvalbak in de wijk wordt geplaatst. Zodat men weet wanneer die afvalbak gelegd moet worden. Een heel klein chipje die in de lakens in een ziekenhuis zijn geplaatst. Want als je 10.000 lakens hebt en je moet die vervangen na een tijdje, dan is het heel erg jammer dat sommige lakens bijna nooit zijn gebruikt en andere lakens al helemaal versleten zijn. Dus er zijn al heel veel toepassingen waarbij gewoon hele kleine chipjes in de lakens worden ingenaaid en er wordt automatisch bijgehouden welk laken al 100 keer is gewassen en vervangen moet worden. Dat soort devices zullen ongelooflijk veel toegepast gaan worden. Er is een vraag. Ja. 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 Er zijn heel veel dingen die zijn ook gewoon op een andere manier te zien. Men moet zich voorstellen dat die lakens die worden in grote bakken geladen en die gaan in wasmachines die zijn... Ja, ongeveer zo groot als deze ruimte. Er staan enorme machines. En er zijn geen mensen meer bij die elk laken controleren of die zo vaak gewassen is. Ook in warenhuizen, daar zitten ook dat soort RFID-achtige devices, dingetjes, die zijn geplakt op de apparaten. En dan kunnen ze met een scanner heel snel zien hoeveel spullen nog in een magazijn zitten. Nou, kunnen we denken van ja dat kunnen we ook met de hand. Ik kan me nog herinneren, er was een kennis die nooit op de oudejaarsavondfeestje kwam, want die waren nog aan het inventariseren in de winkels. Dat doen we niet meer, want we weten nu hoeveel uit die winkels gaan. Dus er is een behoefte. En don't blame me, verwijt mij niet dat die behoefte er is en ontstaat. Dat gebeurt gewoon. Staat u mij toe om mijn verhaal te maken? We hebben straks voldoende tijd om na te praten, ook bij de koffiepauze. Ik wil maar even aangeven dat er een enorme boom wordt verwacht. Niet in die mobiele telefoons, niet in de personal computers en laptops, maar in allerlei apparaten die draadloos zijn. Internet of Things. Nou, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die prachtige dingen bedenken, sensoren, maar je kunt je ook toepassingen voorstellen. Bijvoorbeeld mensen die epileptische aanvallen krijgen, dat is 24 uur van tevoren al te meten aan de hartslag. En het is mogelijk om gewoon dat signaal te detecteren en een signaal te injecteren in je hoofd met elektrische signalen om te voorkomen dat je een epileptische aanval krijgt. Natuurlijk wil men dat draadloos in plaats van een kabeltje over je huid trekken. Dat soort dingen, daar wordt aan gewerkt. Of dat goed is of slecht en of we dat willen, dat is even niet aan mij. Ik geef even aan wat er gebeurt. Natuurlijk ook allerlei dingetjes die je in je schoenen kunt stoppen.
Nou, dit zijn dat soort plaatjes op internet. Ik vraag me ook af, waarom zou je de lamp willen aanschakelen en uitschakelen met een draadloze verbinding? Dat komt toch ook gewoon met een schakelaar. Maar oké. Nou, hoe gaan we dat doen? Standaard oplossing is veel meer frequenties gebruiken. Nou, dit is het frequentiespectrum van Nederland. De oudere frequenties die beschikbaar komen, die zijn van de klassieke tv-zendmasten. Door de digitale tv hebben we veel minder frequenties nodig. En de hogere frequenties, daar denkt men aan om die te gebruiken voor mobiele toepassingen. Bijvoorbeeld radar, satellietcommunicatie, astronomie. En als ik daar even op inzoom, dan zie je daar een aantal van die hele bekende toepassingen. Bluetooth, Zigbee, RFID, drones, medische toepassingen. Er zit hier in deze band. En daar zit een band. Nou, een van de zaken die er gebeurt is dat die mobiele wereld, die eigenlijk dus helemaal niet meer meer devices krijgt, maar die mobiele communicatiewereld voor de telefoons, die willen wel graag meer bandbreedte. Nou, hier is al een stuk ingenomen met nogal de nodige problemen voor vliegtuigradars. Dat is de 4G-band. En op dit moment is er een enorme politieke druk om die 3,5 gigahertz-band in te pikken. En ik zeg in te pikken, want dit is ons gebied van radars voor allerlei andere toepassingen. Dus er is een enorme druk. En die druk, die uitzicht ook. En bijvoorbeeld, er zijn vragen gesteld 2 maanden geleden. En de staatssecretaris heeft het beantwoord. Je kunt het terugvinden hier. 5G-experimenten in een 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz band. Nou, dan zegt ze 700 MHz, dat doen we. 26 GHz, daar gaan we mee aan het werk. En ze zegt eigenlijk nog niets over de 3,5 GHz. Nou, het is heel simpel. De Vodafone en T-Mobile en dat soort organisaties, die willen gewoon dat stukje band inpikken. Zeg maar even vanuit mijn perspectief. En daar geeft zij natuurlijk geen antwoord op, want dat zijn ook militaire banden. Al deze sluiters komen allemaal op de website, dus jullie kunnen ook die bronnen nazoeken. En de volgende idee is ook dat 5G gebruik gaat maken van die reeds bestaande banden. Dat geeft al aan dat er eigenlijk niet zo heel veel nieuwe frequenties komen. Dat wordt ons wel in de mond gelegd. Even over 5G. 5G bestaat niet. Het is gewoon klinkklare onzin. Ik had kromme tenen 2 weken geleden toen iemand van, volgens mij T-Mobile, bij het kennisplatform Dotluk zegt van ja, we hebben 5G-test. Dat is klinkklare onzin. De definitie van 5G bestaat niet eens. Het is op dit moment gewoon een marketingterm. We hebben die marketingterm wel nodig om onderzoek te doen, want als je geen perspectief biedt van waar we naartoe kunnen gaan, dan dan gelooft niemand dat je iets beters kunt maken. Ja, daar komen we later op. In mijn ogen, het is echt, nou in mijn, niet in mijn ogen, daar kun je heel veel bronnen voor terugvinden, het is echt een marketingwoord. Het is een afkorting van de 5e generatie. Ik zal straks vertellen over de eerste, tweede tot en met 4. De snelheid van 4G die is gedefinieerd. 1000 megabit per seconde, stilstaand en 100 megabit. Als je in een bewegende trein zit of in een auto. Nou, hoeveel hebben we nodig? Ja, voor die sensoren uitlezen hebben we die snelheid helemaal niet nodig. Dus die boom, die groene velden die ik zojuist toonde, die hebben niks te maken met 5G. Er zit wel gewoon een andere politieke en marketingdruk achter. Als je nou bijvoorbeeld alles onder één hoed kunt stoppen en je hebt alle licenties daarvoor als bedrijf, kun je daar mooi gebruik van maken. Maar sensoren uitlezen, ja, dat heb ik niet zoveel voor nodig. Ik heb pas echt veel data nodig wanneer ik ultra HD tv wil kijken. Dus echt op die hele mooie grote dure schermen. En moet ik dat mobiel willen? Ja. Dus eigenlijk, er is al helemaal niet die behoefte. Thuis. Maar in de trein. In het trein wordt het heel lastig om ultra HD. Volgens de definitie van ITU, dus de wereldwijde organisatie vallend onder de Verenigde Naties, die doet op dit moment alleen LTE Advanced. Ik heb hier gewoon netjes de bronvermelding en ook hier bronvermelding vermeld. Alleen dat voldoet nog maar aan de definitie van 4G en de meeste netwerken en ook de dingen die we nu gebruiken. Dus echt de 3.9G. Ja, die suggereren wel 4G. Al 10 jaar geleden waren er al fabrikanten die zijn, we doen 4G. Op dit moment is de snelheid van 4G
337 megabit per seconde. Dat is enorm veel. Dan kun je dus eigenlijk honderden mensen in een omgeving met inzendmast voorzien van de honger naar data. 4G moet 1 gigabit per seconde halen. 1 gigabit, 1000 megabit per seconde. Dat is de vraag, heb ik dan wel dat 5G nodig? Even terug naar die generaties. 1G, dat was eigenlijk de eerste stap naar mobiele communicatie. En 2G, ja, daar gingen we eigenlijk al iets naar digitaal, naar sms en dat soort zaken. En in 3G kregen we eigenlijk die internet toepassingen. Ik probeer niet alles te lezen, jullie kunnen het later nalezen. Ik probeer het algemene, grotere verhaal. Maar eigenlijk was het nog gebouwd op het idee, we willen mobiel communiceren met een telefoon. Oh ja, en we kunnen ook nog een sms'je sturen. En toen, oh ja, hé, hey, maar als we een sms'je kunnen sturen, kunnen we misschien ook andere digitale diensten bedenken. Dat was 3G. En de behoefte toen ontstond naar een betere internettoepassingen. En dat maakt dat we nu 3,5 naar 4G. 4G is echt internetprotocol, IP. Dat betekent exact hetzelfde als jouw computer met die gekke code 192.168, zie je soms wel eens, MAC-adres. Ja, dat is zo'n code. Dat betekent dus dat elk apparaat, device, een eigen code heeft. En dat is de gedachte achter 4G. En men had ook de hoop dat er veel sneller broadband internet zou zijn en veel snellere tijden. Nou, dat is eerlijk gezegd niet echt gelukt. En daarom zit dat ook al in de droom voor 5G. IEEE is onze wereldwijde organisatie van elektrotechnische ingenieurs. Institute of Electrical and Electronic Engineers. Heeft meer dan 400.000 leden. En dit is een artikel uit een publicatie, de IEEE Spectrum. Waarbij spectrum niet in elektromagnetisch spectrum wordt gedacht, maar een spectrum is een blik op de wereld. En hier wordt heel expliciet gezegd, nou, het is being oversold. Commercial service is years away, but even then 5G won't fulfill all of its promises. Oftewel, er wordt ons veel meer beloofd dan wat waargemaakt kan worden. En dit is exacte tekst in het Engels, maar ik zal even, net zoals graveren of andere. Het is een technology savior, een grote belofte. Ze zeggen, men belooft veel betere toepassingen, virtual reality, telemedicine, dus afstand medische toepassingen, self-driving cars. But 5G, it's not a technology, it's a buzzword. Broadcom, hele grote in de wereld. Nou, het is hier even, a desire to boost margin. En ik kan er niet meer van maken als techneut. Sorry. Dus als jullie iets zien over 5G, lees dat echt even met een hele erge bril van, ja, komt dat wel volgende week? Het duurt nog jaren. Er zal natuurlijk onderzoek zijn naar 5G en daar zal ik het in het vervolg hier straks over hebben. Nou, er zijn dus citaten, it is years away. From this perspective, 4G networks are still humming along just fine. Oftewel, we zullen nog jaren met 4G netwerken kunnen doen. Nou, en dat zie je ook terug in het bericht van de staatssecretaris. Eigenlijk zegt ze heel algemene teksten van ja. En 5G betreft vooral een verbreding van de dienstenaanbod dat verder gaat dan alleen maar snel mobiel internet. Nou, als ze hiermee doelt op die groene blokken die ik jullie eerder tonen, ja, dan is dat niet echt nodig om daar 5G voor te gebruiken. Ja, gedifferentieerd diensten. Nou, ik vind het meer politieke blabla. Maar dit wordt wel opgenomen, hè, maar zelfs dat, daar durf ik achter te staan. Nou, even iets meer naar de techniek en waar we dan wel naartoe zullen gaan. Er zijn problemen met delay en throughput. Delay is de vertraging, en horen jullie wel eens als je een telefoongesprek hebt voor die mensen die een mobiele telefoon gebruiken of een verbinding hebben met iemand die een mobiele telefoon gebruikt. En daar zit soms vertraging op de lijn. Nou, stel dat je een spelletje wilt. En die kinderen zitten spellen en die tegen iemand anders. Ja, dan is die vertraging rottig. Ja, nou ja, zou ik zeggen. Nou, het is nog rottiger wanneer een vertraging is, wanneer twee auto's met elkaar spreken.
Ik vraag me ook af of je daar 5G dan echt voor wil gebruiken. Dus dat autonomous driving en augmented reality, dat zijn dan de toepassingen waarvoor je enorme korte delay tijd nodig hebt. Dus dat is een drijfveer voor 5G onderzoek, waarbij ik 5G zo tussen aanhalingstekens zou willen zetten. Nou, een ander is de throughput, waarbij hier wordt gezegd wireless cloud-based office. Oftewel, ik wil een draadloos kantoor hebben waarbij alle opslag ergens heel ver weg is in de cloud, in plaats van op mijn apparaat. Ja, je moet je ook afvragen of je dat wil. Dat is natuurlijk ook een fantastische diensten voor bedrijven als KPN. Want dan kunnen jullie heel veel data throughput verkopen. Dus daar zit eigenlijk de grens. We willen meer data, maar je ziet, dit is niet nodig voor bijvoorbeeld video. We hebben niet die meer data nodig. En dus hier die snelle tijden. Dan moet je ook afvragen of je dat met echt typisch 5G-achtige dingen wilt doen, zoals die straks al laten zien. Maar dat is de drijfveer achter die trends. Nou, wat als we onze vraag stellen van we willen meer data versturen, we willen meer mensen bedienen met data. En ik zojuist een tijdje geleden vertelde ik al van je goh, 100 mensen met één 4G-mast, die kun je bedienen. Misschien wel 1000 mensen, afhankelijk van wat ze gebruiken. En stel dat ik toch meer data wil versturen. Ja, hoe zou ik dat moeten doen? Nou, dat kan ik met een concept genaamd diversiteit. En dat is eigenlijk heel, ja, in mijn ogen heel eenvoudig. Van wat is dat dan, diversiteit? Nou, diversiteit is tegelijkertijd gebruik maken van wat wij noemen het tijd. Of de frequentie, het tijd, het signaal. In het ruimtelijk domein. En om dat nog eens duidelijk te maken, frequentie, eigenlijk kennen we dat. Marconi had een radiozender, dat was een vonkenzender. Hij was alleen in de wereld, hij had geen enkel probleem, er was geen interferentie. Maar ja, als je één bent, en ja, het enige wat je kunt is één signaal uitzenden, en toen kwam er behoefte aan meer gebruikers. En dan was er diversiteit in. Of een selectiviteit in frequenties. Dit is een frequentieband. Nou, misschien kennen jullie dit nog. Vroeger bij oma stond zo'n radio. En dan kun je afhankelijk van de frequentie kun je een signaal vinden. Dat noemen we selectiviteit in het frequentiedomein. Dit is het hele klassieke. En dit hadden we vroeger ook in de eerste generatie van mobiele telefoons. Wil je echter meer ontvangers hierin stoppen, ja, dan wordt het moeilijk. Dan ga je storing krijgen. Je kunt dit niet als een oneindig scherpe filter maken in de frequentiedomein. Er zit altijd een soort overlap in. En dan krijg je zwakke signalen. Ja, die gaan interfereren met sterke signalen. Dus de volgende stap is iets anders. Dat is het tijddomein. En dat kennen we ook allemaal. Dus dat stoorsignaal met die gsm. De prup, prup, prup. Kan zelfs, er zit wel in de demo. Maar ja, echt gewoon een klassieke telefoon. En als je nu iedereen zijn eigen tijdblokje geeft, dan kun je ook met elkaar communiceren. Dan gebruik je gewoon één tijdblokje voor gebruiker 1, tweede tijdblokje voor gebruiker 2, et cetera. Nou, dat is het tijddomein of het temporal domein. Dus we hebben frequentiedomein, temporal domein. En dat was eigenlijk derde generatie. Nou, er waren nou weer slimme jongens, bijvoorbeeld Jaap Haarts, de uitvinder van Bluetooth. Zat een tijdje bij ons in de groep. En die zeggen van ja, als we dat nou tegelijkertijd doen. Ik gebruik en frequentie en tijd en ga daar lekker mee in mixen. Dan kan ik eigenlijk gebruik maken van beide zaken. Ik kan bijvoorbeeld ook op het moment dat iemand anders een bepaalde frequentie gebruikt, ga ik lekker snel naar een andere frequentie. En ik hop daar. Nou, dat is hier geprobeerd af te beelden. We hebben frequenties, dus we maken gebruik van bepaalde frequenties. En afhankelijk van de tijd hop ik daardoor. Dus ik maak tegelijkertijd gebruik van de frequentie en het tijddomein. Dus het klassieke afstemmen, maar nu heb ik elektronica en die zorgt ervoor dat ik door die banden heen hop. Nou, dan is er nog een derde stap. Stel dat ik nou bijvoorbeeld op een andere manier communiceer in een bepaalde code. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar dat noemen we signaalvormcodering, waveform diversity. En bijvoorbeeld hier heb ik de ene gebruiker en die stuurt een signaal met een paars gekleurde code. En ja, dat wordt gemengd met een ander signaal in de groen gekleurde code. En dat komt samen aan en dat splitsen we uit.
En hier aan die ontvanger, die weet dat hij alleen maar naar de paarse moet kijken. En de andere, die weet dat hij alleen maar naar de groene moet kijken. Ja, hier tussenin wordt het een beetje wit licht. Maar ze weten van beide dat ze het goede signaal eruit moeten pikken. Ja, dat wordt ook toegepast voor automotive radar. Er zijn al heel veel radars in gebruik. Er zijn kleine, die zenden enkele honderden milliwatt uit. Maar die gebruiken allemaal andere signaalvormpjes om te voorkomen dat ze elkaar interfereren. Dus, en dit soort radars, ja, het is onvoorstelbaar, maar dit gaat enorm snel. Echt enorm snel. Die werken vooral in de 23 gigahertz en in de 70 gigahertz band. Dat zijn ook banden waar de absorptie van de atmosfeer heel groot is. Dat betekent dus dat die signalen niet zo ver dragen. Die worden gewoon opgeslokt door ja, onder andere water en zuurstofatomen. Nou, en dan is er nog een volgende diversiteitsstap. En dat is eigenlijk wat eigenlijk al dat 5G onderzoek over gaat. Ik zeg al, niet echt alles. Maar als je nu kunt, die bundeltjes die we nu uitstralen, alsof we heel vroeger, een vuurtoren, dat was vuur, en het straalde alle kanten op. De modernere vuurtorens, dat is gewoon een lamp en die zwaait rond. Nog steeds is dat wit licht. Als ik nou dat wit licht kan splitsen in allerlei bundeltjes, in verschillende kleurtjes, en elke gebruiker zijn eigen kleurtje geeft, dan kan ik met diezelfde mast, met die 1000 megabit per seconde, kan ik hier misschien 100 of 500 megabit, ik kan nog veel meer megabit gaan sturen door die bundeltjes te sturen. En dat is eigenlijk de grote ontwikkeling waar heel veel mensen aan werken. Is dat nieuw? Nee. Het is gewoon een slide. Dus het is al meer dan 10 jaar geleden heb ik dat gebruikt in mijn college slides. En dit legt uit dat wanneer je een gewone zendmast hebt, en hier heb ik hier heb ik de zendmast en hier heb ik gebruikers, en hier heb ik weinig gebruikers, ja, dan heb ik een beetje onbalans. Want in deze sector zitten heel veel mensen. En denk een voetbalwedstrijd, super saai, FC Twente bijvoorbeeld. En dan zit je daar maar te kijken, dus de jeugd die pakt een mobieltje en iedereen wil dat gebruiken. Nou, dat met één zo'n klassieke zendmast met vaste antennes, en dan kun je niet meer gebruikers bedienen. Dus dan zijn er stappen en hier is dan de meest ultimate stap, de meest verre stap. Je geeft elke gebruiker zijn eigen bundeltje. Dat is de grote stap voor 5G. Iedereen zijn eigen bundeltje. In plaats van dat we met z'n allen richting die grote vuurtoren kijken, krijgen we gewoon ons eigen bundeltje in onze eigen kleur. Nogmaals, neem dit niet met korrels zout. Dit gaat gewoon gebeuren. Maar denk niet dat het in 2020 gebeurt. 2020. Ik ben ervan overtuigd dat ik hoop te kunnen genieten van mijn pensioen tegen die tijd dat dit echt uitgerold wordt. Nou, dat noemen we MIMO. De klassieke systemen, dat noemen ze dan CISO. En dit noemen ze tegenwoordig MIMO. Dat is ook een buzzword in de technische wereld. Multiple input, multiple output. En de gedachte is dat ik heel veel antennetjes aan de zendende kant heb en heel veel antennetjes aan de ontvangende kant. En als dat niet heel veel antennetjes zijn, bijvoorbeeld mijn telefoon is te klein om te veel antennetjes te kunnen herbergen, ja, dan noemen we het CMO. We hebben één zender met heel veel, in deze wordt het heel veel zendertjes en één ontvanger. En dat kun je ook herkennen. Dat is ook een vraag van iemand in het tijdens een kennisplatform. Hoe kan ik een 5G-antenne herkennen? Ik zal het straks even tonen. Want dit is een 5G-antenne, MIMO. En ik wil allerlei mensen bedienen. Dat betekent dus ook dat je minder masten hebt. Maar je hebt grotere masten, grotere antennes. Het echte idee is veel meer separate bundels. Ik heb dat hier nog eens een keer afgebeeld. Ik heb dit van collega's van ITS Lindgren. Hier heb ik een bundel, daar heb ik een bundel, daar heb ik een bundel. Ja, en dit is het idee. Iedereen krijgt zijn eigen bundel. Kom daar straks op. Ja, ik kom daar straks op. Ja. Dit, ja, ik kreeg echt kromme tenen, maar ik denk van, ach,
Ik wil ook nog op tijd weg daarin bij RIVM. En die volgens mij, die twee mensen die daar zaten van T-Mobile, of die ene man die daar iets had, had volgens mij weinig verstand van techniek. Ik had niet de behoefte om daarop te reageren, maar nou ja, eerste antenne met 5G technologie. Ja, het zal wel een face-to-array antenne zijn, maar bij Thales maken we al 30 jaar face-to-array antennes. Eigenlijk op dit moment maken we helemaal geen normale klassieke antennes meer, maar alleen maar face-to-array antennes voor radar toepassingen. Dus ja, oké. Okay. Hoe kun je dat herkennen? Nou, ik kan hier heel duidelijk zien dat die aan de afmetingen, dat deze redelijk wat bundelvorming heeft in het horizontale vlak. Dus die probeert de signalen toch vooral op dat aardoppervlak te krijgen. Maar daar zitten de gebruikers, dus die zitten niet hoog in de bomen. En aan deze afmeting kan er zijn dat er ook enige bundelvorming is in de breedte. En daar kan ik ook nog aan gaan rekenen. Ja, kom ik zo op. Maar nogmaals, het is niet nieuw. Er wordt ons wel wat beloofd. Er wordt ook wat beloofd. Er komen ook kamervragen. Die ene kamervraag waar de staatssecretaris antwoord op heeft gegeven. Dat is heel duidelijk gevoed door die mobiele sector. Want die 3,5 gigahertz, dat is toch wel een hele mooie band. Als je dan daar de rare mensen uit kunt pesten, dan... ja. Dus de truc naar nog meer data is naast de frequentie. Hè, onze oude radio bij oma. Of onze gewone radio. Naast het timedomein wat we al kennen bij de GSM en het codering wat we hebben in onze, in onze UMTS of in, zeker in de huidige 4G systemen, gaan we ook ruimtelijk bundeltjes rondsturen. Ik zeg we, bedoel als maatschappijen in de wereld, of we het willen of niet. Ja. Nou, even een vraag. Je kunt alleen maar bundels maken als je een array hebt. Een array, een serie van kleine antennetjes. En die antennes, die moeten met elkaar samenwerken. En hoe groter het antenneoppervlak ten opzichte van de golflengte, des te scherper de antennebundel. Nou, stel nu dat dit ding voor 3,5 gigahertz is. 3,5 gigahertz is ongeveer 10 centimeter. Nou, dit is iets van 40 centimeter. Dan kan ik al nagaas hebben, maar bundels in de orde grootte van iets van 40, 50 graden. Je kunt daar een paar heel eenvoudige sommetjes op loslaten. Dus het zijn nogal forse bundels. En hoe scherper de bundel moet zijn, des te groter de antenne moet zijn. En dat is gewoon een kwestie van afmeting en golflengte. Nou, voor degene die daar dieper in wil duiken, dit is een klassieke bundel. En hier gaan we die bundels gaan we vormen. En je kunt je voorstellen, je bent bij een vijver en je gooit een steen in de vijver. En dan zie je die golven. En nou ga je met 5 mensen afspreken, we gooien allemaal tegelijkertijd een steen in de vijver. En anders doe dat experiment maar, morgen is het prachtig weer. En dan zie je dat daar interferentie is. Constructieve interferentie, oftewel signalen tellen op. En destructieve interferentie, signalen dempen elkaar uit. Nou, dat is de truc achter die face-to-race. Ik heb het hier heel mooi netjes even uitgewerkt. Maar dit is het effect van 2 antennetjes. Nou, daarmee maak ik in plaats van dat ronde bundeltje, zorg ik ervoor dat die bundel die richting op gaat. Ik kan hem ook zo sturen. Ik kan nog meer elementjes erop loslaten. Nou, hier is het een bundelpatroon voor 5 elementen. Dat past een beetje bij die antenne van T-Mobile die we net zagen. Maar als ik daar 10 elementen van maak, dan zie je dus het verschil. Hiermee kan ik bundeltjes maken en ik kan de bundeltjes ook sturen. Nou, dan nog iets over die hogere frequenties. Er zijn mensen die zeggen van ja, we willen echt naar 60 gigahertz en zo. Want dan hoeven we geen kabeltje te leggen tussen die laptop en de tv. Ja, dat zullen straks wel producten komen bij de mediamarkt die dat mogelijk maken. Ik vraag me af of je dat echt wil. Dus er is ook wel een druk naar hogere frequenties. En dan zie je dit soort toepassingen. Dit is een opgeblazen chip. Dit is ongeveer 2 centimeter. Dit is van IMEC in Leuven in België. En hier zie je 1, 2, 3, 4 antennes. Dit is voor 60 gigahertz. Een golflengte van een paar millimeter. En dat zit ook hier tussen. Hiermee kan ik bundeltjes maken. En als ik hoger in frequentie maak, dan kan ik dat ook in een chip inbouwen. Dus dat is ook een druk. En hier zit NXP heel erg actief in. Nou, 5G is marketing. 5G bestaat nog niet. En MIMO antennes, bundels doen we al heel lang. Ja, we gaan meer data gebruiken. Maar we kunnen nog jarenlang vooruit met 4G.
ja, weinig vertraging. Dat is een beetje jammer voor spelletjes. Maar moet het met 5G. Ja, weinig vertraging is ook nodig voor zelfrijdende auto's. Anders dan krijg je last van botsingen. Maar misschien doe je dat veel liever niet met een 5G-signaal waarmee je afspraken moet maken met die grote telecomproviders. Maar stop je dat in je radarbundeltje die al in die auto zit. Waarmee je die afstanddetectie gebruikt. En die afstanddetectie was toch al nodig. Misschien kun je daar in het signaaltje ook zeggen van, hey, ik ben Frank. Mag ik met jou meeliften tot aan Amsterdam of zo? Nou, dat plaatje van connected devices, ik heb al aangegeven, 5G is niet echt hiervoor nodig, voor meer apparaten te verbinden. 5G is niet nodig voor al dat sensoren, want daarvoor heb je geen snelle data nodig. Nee, 5G is wel nodig om nog meer data, nog meer mensen te bedienen met ieder zijn eigen bundeltje. Dus de trend zijn veel en veel meer draadloze verbindingen. Ja, en moeten we dat willen met die sensoren in die lakens? Het gebeurt gewoon. Moeten we dat willen met RFID in de boeken, in de boekenwinkel? Het gebeurt gewoon. Moeten we dat willen met de kleding bij CNA? Al 20 jaar, het gebeurt gewoon. Maar daarvoor heb ik... Sorry. Het gebeurt gewoon. Het gebeurt nog. Wie bepaalt het van het gebeurt? Ik niet. Ja, maar wie dan wel? Het is toch beleid? Ik denk op een moment dat een bedrijf komt bij een ziekenhuis en zegt van, goh, we hebben een nieuwe dienst voor jullie, waardoor jullie veel minder kosten maken in het wassen van lakens. Dan wordt er niet besloten door techneuten, wordt niet besloten door mensen die kijken naar of ik daardoor werkgelegenheid verlies. Daar gaan Excel sheet boekhouders over. Dit gebeurt gewoon. Dus, ja. Meneer Leving komt hier om de techniek uit te leggen. En er komt zometeen een verhaal over de gezondheid. In verband hiermee. Dus dat is in het programma. Dus ik wilde ook daartoe beperken. Oh ja, ja. En wees niet bang. Ik luister al decennia. Wat er gebeurt, wat de technologische trends zijn, en nogmaals, dat wordt meer getrokken door grote bedrijven die ergens winsten zien, door boekhoudmanagers die een vermindering van kosten zien. Dit gebeurt door dat soort overwegingen. Er zullen meer draadloze verbindingen komen, vooral in de sensorwereld, dus die groene blokken. Er zal veel meer data zijn, ja, in het kijken van allerlei Netflix-films terwijl ik in de trein zit. Dat zien we gewoon gebeuren. Het betekent, men denkt dus ook een minder continue blootstelling door de MIMO-technieken. En die vraag werd zojuist al even gesteld. Ja, als je niet wordt blootgesteld aan een vuur of aan een bundel licht, maar aan alleen een bundel richting jou, dan betekent dat, als alles goed werkt, dat je alleen maar belicht wordt door die bundel die jou moet bedienen. En dat heeft niks te maken met dat die grote bedrijven zo vriendelijk voor elektro-overgevoeligen willen zijn. Nee, dat heeft alleen maar te maken met energieverbruik. Want als ik alleen maar die bundel daar hoef te richten, is dat veel energiezuiniger. Ja. Oh ja, ziezo. Ja, nee, dat is een goede vraag. De veldsterkte in die bundel, die zal exact gelijk, nagenoeg gelijk zijn. Want dit is gewoon fundamentele signalen. Dus als jij belicht wordt, stel je het ideaalbeeld voor. Je loopt rond in een stad en die bundel volgt jou met dezelfde sterkte als je vroeger werd belicht. Alleen de persoon 2 meter naast je wordt niet blootgesteld. Exact. Je bouwt een verbinding op. Exact. Ja. Dus dat is het droombeeld als alles goed gaat werken. Maar ik kan u garanderen dat 2020 is wel... Ja. 2030. Ja, maar wat doet jouw mobieltje dan? Jouw
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Daarom noemde ik, het zal geen echte MIMO zijn. De vraag van Hugo is, wat doet jouw mobieltje dat? Dan op dat moment, een dom mobieltje zal gewoon als een vuurtoren. Of als een oude vuurtoren, als een brandend vuur rondstralen. Rondom. En natuurlijk is het idee, hoe hoger in frequentie, hoe makkelijker het is om meer van die kleinere antennetjes, hogere frequentie betekent kleinere antennetjes, in jouw telefoon te maken. En het idee is dan ook dat ik in de telefoon betere bundels kan maken. Ik voorzie dat nog niet zo snel in de telefoon, ik voorzie dat wel in de laptop. Ik denk dat het heel eenvoudig is om in de laptop, achter je laptop, dat ik daar een plaatje kan maken. En dat ik dan eenvoudig een verbinding kan maken via wifi, via dat soort bundels. En dan noemen we het dus MIMO, want dan praat ik ook aan de andere kant met die bundel. Ja. Ja. Ja, dat zag je ook in de, ja, ik zeg gewoon je en jij, dus ook naar mij, je en jij. Dat zag je ook in het antwoord van de minister. De minister zegt ook dat de 5G-frequenties gaan straks gebruikt worden voor, of de 3G-frequenties gaan straks gebruikt worden voor 5G. Dus even naar blootstelling. Ja, het idee is minder continue blootstelling. En het idee is ook dat we minder pulsvormige signalen krijgen zoals die klassieke GSM. Ja, en waarbij de discussie is, detectielichaam, et cetera. Oké. Ja, nou, er zijn enorm veel onderzoeken, maar er zijn indicaties dat, ja, nogmaals, ik probeer altijd uit te gaan van feiten, dus een aantal mensen zullen veel verder gaan, maar er zijn indicaties dat de gevoeligheid kan ontstaan door detectie van, ja, amplitude detectie van je signalen. Ja, vuile stroom werd zojuist al genoemd. Nou, als dat echt juist is, dan is er daadwerkelijk een fors verschil tussen de klassieke GSM en de nieuwere diensten die meer een ruisvormige signaal, zoals die Waveform Diffusion Multiplex. Dus, nou, en eigenlijk als jullie teruggaan naar het beruchte onderzoek van TNO voor die Sendmasten, dan zie je daar ook een verschil in. In GSM en UMTS signalen. Dus ja, en dit is, ja, dit zijn, dat zou kunnen, ja. Ja, die blokken. Exact, die blokken die ik eerder toonde voor, even heel snel terug. Ja, dit blok wordt dan veel meer een ruisvormig signaal, zoals bij UMTS. Dus ja, ja, en we gaan naar hogere frequenties. Even iets voor hogere frequenties, iets over biologisch en health effect. Ik heb daar geen verstand van. Ik wil wel, ik zeg niet helemaal. Even biologische effecten. Hier kunnen jullie naar kijken, maar dit is redelijk bekend. Hoe hoger de frequentie, hoe slechter de indringdiepte. Dus als we echt hele hoge frequenties, en denken bijvoorbeeld die 60 gigahertz, een indringdiepte is echt enorm klein. Dus, maar lage frequenties die worden gewoon helemaal blootgesteld aan velden. Een zendmast, een FM-zendmast, gaat gewoon. Maar Hugo kan daar absoluut veel meer over vertellen dan ik. Maar dat is, stel dat we naar hogere frequenties gaan, dit is wel een effect. U wilde een vraag, of jij wilde een vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heeft te maken met propagatie en dat is een volgende grote uitdaging. We hebben te maken met enorm veel reflecties. Dus in dat MIMO zit ook de reflecties. In een student van mij, ik moet ze nog een cijfer geven, die heeft onderzoek gedaan op het station van Utrecht. Ik ga veel te ver, hè, in tijd. Het station van Utrecht. En die heeft gezien dat er enorm veel overhead aan data rondgaat daar in die hal. Dus er wordt weinig gecommuniceerd, er wordt alleen geouwerd, laat me zo zeggen. Stel dat je nu een systeem kunt maken waarbij je veel betere volgen van die bundel hebt, dan kun je veel, veel verder komen. Want zoals zojuist die mevrouw vroeg, ja, het zal wel
nog jarenlang meer een CISO-achtig iets zijn. Maar bijvoorbeeld met een laptop, stel dat ik daar in een stationsrestauratie gaan zitten en ik heb een array aan de achterkant van mijn laptop, dan is het op dit moment is dat redelijk haalbaar en er zit dus ook een array daar aan de wand om heel gericht daar die bundel te sturen. Ja, en als je daar tussendoor loopt, dan verlies je dat even. Maar ja, dat hebben we nu ook al. En we hebben enorm veel overhead om allerlei, en dat noemen we dan retransmit. Dus ook, ook op bekabelde verbindingen hebben we dat. Dus dat is geen ramp. Dus die vraag die werd ook gesteld bij de RIVM, bij de kennisplatform, door mevrouw, die zei van hoe kan ik nou antennes herkennen? Op het moment dat je een kleine antenne hebt, dan is het gewoon een ouderwetse vuurtoren. En je hebt gewoon antennes nodig die groot zijn ten opzichte van de golflengte, of het omgekeerde van de frequentie. Dus heb ik kleine antennetjes, ja, dan stralen ze gewoon rondom. Wat wel meespeelt is dat ik geen sterker signaal hoef uit te zenden. Dus wat dat betreft, daarom zeg ik wel eens van ik woon liever onder een zendmast dan 10 kilometer van een zendmast. Maar dat zal niet gedeeld worden, maar dus hoe dichter bij een bron, hoe minder vermogen ik nodig heb om de verbinding te leggen. Dus dat de reden, dus met andere woorden, de reden om overal kleine spots te maken, heeft daarmee te maken. Want dan heb ik minder energieverbruik nodig. Ik zal even proberen af te ronden. Er is, je hebt wel eens relletjes en er wordt water gebruikt. Er is een Active Denial System. Er is ook een film. Die kun je ook downloaden van internet. Die werkt op 94 gigahertz. En daarmee kan ik een pain beam noemen ze dat. En dat is ongevaarlijk voor de biologische effecten. De pain beam, dat betekent dus dat het gewoon je huidoppervlak raakt en het wordt intens verhit. Dus je wordt eigenlijk aan een bombardement van naalden blootgesteld. Dus daar zie je dat summum, dat het gewoon echt helemaal tot in een heel klein oppervlak gaat. Hoe hoger de frequentie, hoe minder de indringdiepte. Nou, mijn laatste slide, wat te doen? Ja, niks nieuws onder de zon. Vermijd blootstelling aan elektromagnetische velden. Gebruik kabels, afgeschermde kabels. Gebruik draadloos internet via licht. Dat is volop in ontwikkeling. Ik denk dat het veel beter is dat je gewoon lichtpunten hebt in je woning in plaats van allerlei draadloze verbindingen die moeilijk door de muren gaan. Scherp velden af. Sorry, maar dat is toch nog volop in onderzoek ook qua biologische effecten. Dat weet ik toch niet. Voor licht. Ja. Volop in ontwikkeling. Dus we moeten dus hier. Je bedoelt van ja, we moeten niet presteren als een oplossing, maar als een. Oké. Ik zal hem oppassen. Ja. En ik wil wel waarschuwen, ja, er zijn ongelooflijk veel dingetjes op de markt. Ja, een stuk hout, ja, die absorberen veel, dat is waar. Dan kan ik als een beetje wakker, nat maken, fantastisch. En ja, die absorbeert alleen het veld daar in de hoek. Dit is een firmaatje in Enschede, Live Max, en die zendt een, jullie worden ook blootgesteld aan enorm veel nonsens. Dit is via een rechtszaak is dat teruggekomen, maar die teksten, ja, dat krijg ik kromme tenen van. En hier heeft mijn collega wat aan gedaan. Oké. Dat wilde ik toch nog wel even genoemd hebben. Daar houden wij ons ook ver van. Sorry, ik heb veel te lang gepraat. Thank you.
Ja, dat is een goede vraag. Of daar ontwikkelingen zijn, daar kan ik, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat 15 jaar geleden, toen Philips bezig was, toen waren ze echt, hadden ze dual telefoons die dus met de zendmast en met wifi konden bellen. Maar daar heeft een bepaalde industrie heeft daar geen belang bij. Want wifi is gratis. En dat soort. Heb ik misschien mijn antwoord gemaakt? Ja. Ik was benieuwd naar kunnen we de elektromagnetische velden verlagen en dan toch alles blijft werken. Want als je kijkt naar het buitenland, Parijs of andere grote Europese steden, is minder straalsterkte lager en toch kan je gewoon alles doen. Dus hebben wij heel veel ruimte extra in Nederland wat lager dan, maar een marge is het? Ja. Ja, de vraag om misschien even herhalen, kunnen we de blootstellingslimieten verlagen? Dat is uw vraag. Ja. Ja. Nou ja, die blootstellingslimieten, dat is dan ergens afgesproken. Als we kijken naar waar we aan bloot worden gesteld, dan zijn er veel lagere niveaus. De vraag is om dat ook wettelijk vast te stellen. Ja, zou kunnen. Dat is een beetje buiten mijn domein. Maar technisch is het heel eenvoudig mogelijk. Maar dan speelt het businessmodel van de KPN'en en zo, die daar speelt een rol. Dus, en dan kan het met C2000 uit de rol, in 2003 kan ik het ook veel meer uitleggen. Maar zij willen graag dat je vanuit je huis communiceert met die zendmast. En dan heb ik veel meer vermogen nodig, want ik moet door dat dak. En dat zit bomvol isolatiemateriaal. Een van de grote problemen is ook met moderne gebouwen met zonne-isolerend glas. Dat werkt niet. Dus hun businessmodel is erop gericht dat jij toch gebruik maakt van een mast. Als we daarvan uitgaan en je gaat toch kijken van hoe kan het laag met een isolatiedak en een nieuwbouwwoning en al die dingen. Hoeveel percentage kan het naar beneden? Ja. Oh ja. Het ligt eraan hoe goed je. Stel nu dat we hier in elke ruimte een wifi hebben. Dan kunnen we technisch 80 dB zou je naar beneden kunnen. Dat is 10 tot de macht 8. Ja. En die marge die zit er gewoon in om ervoor te zorgen dat jij die diensten afneemt. Ja, maar dat is toch een beetje buiten mijn domein. Maar ik geef ook even heel duidelijk aan wat de maatschappelijke context. Ja. Dus Carolien, ik heb toch een keer. Ik denk dat het toch heel veel vragen oproept, maar ik kan me ook voorstellen dat je wel een mooie boodschap hebt. Hè? De relativering van 5G is voor mij een beetje duidelijker. Hoe ingewikkeld het verhaal ook wordt. Ik hoop dat jullie dat ook zo voelen. Dat ik denk, hey, het is een marketingterm. Het treedt voorlopig nog niet in werking. Het zou wel eens 2030 kunnen worden. En het is eigenlijk een hele slimme combinatie van oude technieken. He, zo zie ik het. Maar goed, ik denk dat je een heleboel nuttige dingen hebt gezegd waar wij weer van kunnen leren. Of waar wij misschien ook wel weer dingen kunnen gebruiken wanneer we actie willen voeren of wat dan ook. Het is dus allemaal niet alleen natuurkunde, het is dus ook heel veel politiek en heel veel marketing. En daar hebben we, nou ja, denk ik een aardige inzage gekregen. Je bent een paar keer mooi over de grenzen van je terrein heen gegaan. Maar dat was wel handig om het beeld gewoon wat helder te krijgen. Dus ik wil jullie er heel erg voor danken en ik zou jullie ook willen vragen dat even te bekrachtigen. En dan geef ik je ook nog wat.